Goedendag en welkom bij het COVID-journaal voor vandaag, woensdag 5 mei. Vandaag in het journaal. Dit zijn de hoofdpunten voor het COVID-19 journaal, woensdag 5 mei. Deel 2 COVID-19 vaccinatiecampagne opgestart. Minister Dr. Andes Amar Ramadin ontvangt als kick-off zijn tweede prikje. De besmettingen lopen uit de hand. De zorgsector heeft te kampen met accommodatie van nieuwe patiënten. Gisteren heeft onze minister van Volksgezondheid, Dr. Andes Amar Ramadin, in het academisch ziekenhuis zijn tweede, tevens laatste prikken gehad. En hiermee is ook deel 2 van de Libilanga vaccinatiecampagne gestart. De minister is met de tweede prik nu optimaal beschermd. Nu volgen de 40.000 mensen die reeds de eerste prik hebben gehad, om ook net als de minister hun tweede prik te ontvangen om volledig gevaccineerd te zijn. Ik wil die volledige bescherming hebben voor mezelf, omdat ik besef dat bij een niet optimale bescherming of geen bescherming de risico's groot zijn, zegt gezondheidsminister. Ja, we zijn ready. Ik heb lang uitgekeken naar deze dag, want je moet toch gaan voor de volledige bescherming. En conform de instructies van de fabrikant van het vaccin moeten we dus bij AstraZeneca twee prikjes afronden om die adequate bescherming conform de studies resultaten van het vaccin, waarbij we een behoorlijk percentage dus gedekt zijn. En daarvoor is het belangrijk dat je de optimale bescherming krijgt. En ieder wordt opgeroepen hierbij om, als u dus al één vaccin, één dosis hebt gehad bij AstraZeneca, trouwens we hebben alleen AstraZeneca in Suriname, dat u ook uw tweede prikje komt halen. Ik hou me trouw aan mijn datum, vandaag is 4 mei. Trouwens, mijn kaartje moet ik even laten halen, ja. Maar belangrijk is dat wij ieder gaan oproepen om die tweede prikje te komen halen. Vandaag is dus de start van die tweede ronde. Iedereen die na vandaag 10 weken terug is geprikt, moet hun prikje komen halen. Het is niet het is zonde, want als u het niet neemt, dan gaat uw bescherming ook niet optimaal zijn. En we weten nog niet wat de effecten zullen zijn als dat weer kan gaan leiden later tot meer infecties. Dus wij moeten dat zeker in oogenschouw nemen. Maar ik begin de eerste stap te zetten, zoals ook bij de eerste prik. En ik wil alle andere 38.000 tot 40.000 personen die al ook gevaccineerd zijn daarmee zeker oproepen om ook hun tweede prikje niet te vergeten. De minister geeft ook aan tevreden te zijn met het verloop van de vaccinatiecampagne. Het is bewezen dat wij hier in Suriname 10.000 tot 15.000 doses kunnen toedienen. De target is gehaald op basis van de beschikbare doses. Mochten we over meer vaccins beschikken, hadden we veel meer mensen kunnen vaccineren. Ik ben tevreden in die zin, als ik kijk naar mijn aantallen, naar de aantallen vaccins die wij in de voorraad hebben, dan hebben we in ieder geval onze targets gehaald. We hebben bewezen al 10.000 tot 15.000 doses per week toedienen. Die bereidwilligheid, daar wordt ook aan gewerkt om steeds op te schroeven. Maar ik ben van mening dat wij wel onze targets hebben gehaald op basis van onze beschikbare doses. Als we meer doses hadden, hadden we meer personen gevaccineerd. Maar we hebben gewoon het aantal vaccins niet in voorraad om vol te gaan op het programma. Maar we werken dus aan continue bevoorrading. Zo ook die 28.800 die hopelijk deze week nog ergens moeten komen. We hebben nog geen bericht, maar we hebben wel al betaald. Dus we zijn wachtende op die 28.000 en daarmee kunnen we weer zo'n 15.000 personen garanderen van twee doses. En als we nog meer krijgen in die tussentijd, kopen en betalen. We hebben wel getoond dat we trouwe betalers zijn van het vaccin. Dus we doen alles op alles om die bescherming te brengen voor de samenleving. Het enige wat ik de samenleving vraag, neem die bescherming. Uit onderzoekingen is komen vast te staan dat de personen die eerder zijn overleden na te zijn gevaccineerd, niet zijn overleden aan het vaccin. Er is geen oorzakelijk verband tussen het vaccin en het overlijden. Dus laten we die ruis over het vaccineren achterwege laten en gaan voor dat prikje. Belangrijk bij de tweede prik. Er zijn mensen overleden na het vaccin. Ik zeg het duidelijk, na het vaccin. Niet door het vaccin. Daarvoor is er een commissie geweest, het AIV-team. Dat bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Dan praat ik over de infectiologen, artsen, public health artsen, etc. Die alle zaken hebben onderzocht.
En het AIV-team is vorige week aan een eindrapportage gekomen voor 3 cases die waren gerapporteerd bij personen die zijn overleden na te zijn gevaccineerd, dat er geen oorzakelijk verband is tussen het vaccin en het overleden. Dagelijks sterven mensen in Suriname, dat moeten we niet vergeten. Dagelijks sterven mensen. Maar het is een toeval dan bij deze personen dat, zoals het ook gezegd, dat de oorzakelijke relatie tussen het vaccin en het overleden dat tot nu toe niet is bewezen. Dus het is veilig, het middel is veilig, er zijn bijwerkingen. Er zijn ook studies gaande over bloedstolselvorming na vaccinatie, dat ga ik niet ontkennen. Maar daarop is er ook een instructielijst wat u moet doen als u bent gevaccineerd. Volledige bescherming is 2 weken na het laatste prikje bij AstraZeneca. Dus volgens de literatuur zou ik vandaag na 2 weken de optimale dekking hebben die hoort bij AstraZeneca. En als dat goed is, is dat na 2 prikjes 91%. Dus dat betekent, om het uit te leggen in Timoni zoals ze zeggen, dat als we 100 personen hebben die volledig gevaccineerd zijn met AstraZeneca, dat 91 personen bij een eventuele besmetting niet zo ziek worden of niet overleden. Dus 9 personen die wel ziekteverschijnselen kunnen vertonen. En dat is natuurlijk een cijfer dat is op basis van de beschikbare data. Ook de directeur van Volksgezondheid mocht zijn 2e prik in ontvangst nemen. Hij zegt heel blij te zijn dat hij het prikje genomen heeft. Ik ben heel erg blij vandaag mijn 2e vaccinatiedosis gehad te hebben. Want over enkele weken ben ik dan eigenlijk volgens de criteria volledig gevaccineerd. En dat geeft een veilig gevoel. Ik ben er heel blij om. En ik roep inderdaad iedereen op om deze veilige status ook te bereiken. Geef je op, laat je vaccineren en dan ben je beschermd tegen COVID-19. Ook wilden wij van de directeur weten wanneer Suriname kan beschikken over de volgende bezending van het AstraZeneca-vaccin. Tentatief is het voorlopig 18 mei dat we de volgende tranche van COVAX kunnen verwachten. En daarna volgt er, dus dat is dan 28.800 doses AstraZeneca-vaccins. En dan verwachten we ook in juni wederom een 28.800 doses AstraZeneca-vaccins via COVAX. De bevoorrading van de vaccinaties loopt achter en u bent bij deze opgeroepen om u zo snel als mogelijk aan te melden voor de 2e prik. Zo bent u straks, net als minister Ramadin, optimaal beschermd tegen het COVID-19 virus. Maar dat betekent niet dat u weer terug mag naar het oude normaal. Dat zal nog even duren. Blijft u de Mohana-maatregelen in acht nemen. Gisteren heeft onze gezondheidsminister een werkbezoek afgelegd in het academisch ziekenhuis. Er was tijdens zijn bezoek een meeting met de zuurstofleveranciers en de intensivisten hielden hem alle problemen voor binnen de zorg. Thank you.
We kennen onze verantwoordelijkheden als IC-groep en die nemen wij ook voor het hele land. En zeker binnen de COVID-zorg, maar ook daarvoor. Ik denk dat als IC-groep hebben we constant gepoogd om stappen vooruit te denken. En daardoor zijn we niet in een fase beland dat we mensen moeten weigeren. We hebben vanaf Warica opbouw en ook weer afbouw, omdat we streven als groep naar topzorg voor onze patiënten. Hebben we gewerkt aan capaciteitsuitbreiding. En daar, derhalve hebben we ook bij de tweede golf, toen die aankwam, hebben we heel makkelijk kunnen schakelen met ons plan. En ook de opvang van de derde golf. Maar we zijn nu inmiddels de derde, vierde week in de derde golf. En waar je dus nu tegenaan kijkt, is dat met alle capaciteit die we hebben gecreëerd, waar we ook bang voor waren, omdat die capaciteitsgrens wordt bepaald door je human resources. Maar het wordt ook nu bepaald worden door je apparatuur, uitval apparatuur, onderhoud van apparatuur, sensoren. Daar zit een heel technisch verhaal ook achter. Er zijn apparaten van het Nederland gekomen, minister, die geschonken zijn. Er is 500.000 uitgegeven uit de 3,5 miljoen. En die machines worden in Nederland niet gebruikt. Ze zien er fantastisch uit. Het lijken op Bentleys voor de beademing. En die machines vallen tij om tij uit, waardoor wij dus meer uren moeten doorbrengen voor de veiligheid van patiënten op de vloer. Omdat je niet kan toevertrouwen aan alarmen en dergelijke bij deze machines. Het is bekend bij het team in Nederland die ons ondersteunt. En ze zullen dat probleem parkeren bij VWS. Maar daar zit tijd in. En het enige wat we tegen ons nu hebben is tijd. Tijd om te vaccineren, tijd om door te plannen, tijd om op te leiden, tijd om op te schalen. Aan de directeur van Volksgezondheid, Gaya de Schukul, vroegen wij naar de uitkomst van het gesprek dat met de intensivisten is gevoerd. De vele problemen waar de zorgsector momenteel mee te kampen heeft, waren onderwerp van het gesprek. Dat is heel goed, verhelderend over alle knelpunten die er zijn in IC-zorg en hoe wij zouden kunnen uitbreiden in IC-zorg en ook in ziekenhuis bij de capaciteit. Dat is dus heel goed geweest en we nemen de inzichten mee omdat we ervoor willen zorgen dat Suriname niet in een situatie terechtkomt waarbij wij mensen geen hulp kunnen verlenen. Dus dat moeten we voorkomen in Suriname. We zien dat de stijging van het aantal besmettingen blijft toenemen. De situatie in de zorgsector is vrij ernstig. De accommodatie van nieuwe patiënten is al geruime tijd sterk onder druk. Een bezorgde Anshel Wallalei Kumbangsila laat een noodkreet horen. Zij is de coördinator tweede lijn zorg COVID-19. Zeer, zeer, zeer zorgwekkend. En het is geen grap. Als we alleen maar naar Brazilië kijken, wat daar gebeurt, dan betekent het dat het tot ons allemaal doordrongen moet zijn, dat dat ons ook kan overkomen. En de situatie bij ons is zeer zorgwekkend. Alle ziekenhuisbedden die voor nu open waren voor COVID-zorg zitten vol. As we speak hebben we twee plekken over, dus Wanica, de bedden voor ziekenhuiszorg liggen vol, Salans ligt vol. De volgende ziekenhuizen die moeten opschalen zijn het AZP en Diakonessenhuis voor ziekenhuisbedden. Maar het AZP ligt vol met patiënten voor reguliere zorg. Dus we zullen waarschijnlijk richting het Diakonessenhuis moeten gaan voor de opschaling. De IC-bedden, dat is, daar zitten we in een kritieke situatie mee. Het AZP heeft het grootste aantal IC-bedden voor COVID-zorg ter beschikking. Maar ze hebben ook heel veel patiënten voor reguliere zorg, reguliere IC-zorg. Dus de situatie is vrij zorgwekkend. We bereiden al voor om residence in ook te openen. En, maar de snelheid waarmee het in de derde golf gaat, is veel groter dan in de eerste en tweede golf. Onze grootste zorgpunt zijn eigenlijk ziekenhuisbedden. Het verschil met eerste en tweede golf is dat mensen veel zieker binnenkomen. Mensen sneller verslechteren, er veel meer IC-zorg nodig is. Dat de categorie, voorheen had je dus de oudere mensen die zieker binnenkwamen. Maar nu heb je ook dat er jonge mensen en kinderen zieker binnenkomen. Dus, en de snelheid waarmee het gaat. Voorheen
had je eigenlijk een soort had je tijd tussen haakjes. Zeker voor ziekenhuisbedden, mensen gingen eruit en dan kwamen er ook nieuwe. Maar nu gaat doordat die besmetting veel sneller gaat, krijg je dat je die tijd eigenlijk niet hebt. Dus de turnover van een bed speelt eigenlijk ook een rol. Mevrouw Kumbangsila doet een beroep op iedereen die op social media politiek wil bedrijven met de lockdownmaatregelen om dit na te laten. De lockdownmaatregelen zijn niet bedoeld om u als burger ongeremd te zijn, maar om u en ik te beschermen tegen verdere verspreiding. Ik wil eigenlijk ook de bevolking oproepen. Kijk, we begrijpen wel dat curfews, avondlockdown, eerder thuis zijn, weekendlockdowns natuurlijk zeer onaangenaam zijn, ook voor mij. En dat we allemaal balen, zeker de mensen die zich aan de regels houden, voelen zich eigenlijk gestraft door het gedrag van anderen. Maar er is niet echt een keus nu. En het is eigenlijk een beetje verbazingwekkend om te zien op social media dat men eigenlijk de maatregelen die ingezet worden voor het indammen van een gezondheidszorgcrisis zodanig politiseert eigenlijk. Dat je je afvraagt als gezondheidswerker, beseft men niet wat er hier aan de hand is? Of kiest men ervoor om heel bewust eigenlijk de domme uit te hangen? Sorry dat ik het zo zeg, maar ik denk dat de hele gemeenschap zich onvoldoende realiseert wat elke golf betekent voor die hele gezondheidszorg. Kijk, de ziekenhuizen zitten eigenlijk gewoon aan de rand van een afgrond financieel. En elke keer dat ze dus weer de COVID-zorg moeten doen, ze hebben nog geen cent betaald gekregen voor hun bedden. Dus bedrijfsmatig is eigenlijk elke golf een financiële strop voor de ziekenhuizen. En hoe lang gaan we dit kunnen volhouden? Want willen we dat die hele gezondheidszorg in elkaar stort, zodat we ook geen hulp kunnen vinden straks voor reguliere dingen? Dus ik wil wel vragen dat, alhoewel die maatregelen, zeker van de avondklok en de lockdowns, ik hou ook niet van die maatregelen. Hey, ik wil ook het liefst mijn vrijheid. En wanneer ik vind van, hey, ik wil even 22:00 een beetje gaan rijden, ontstressen van alle COVID-problemen, wil ik in mijn auto kunnen stappen. Maar helaas kan dat niet, omdat we weten dat er ook mensen zijn die feestjes bouwen en misbruik van maken. Ik merk ook te veel. Ik ben gisteren even gaan rijden na weekend lockdowns middags. En ik had zoiets van, oh my god, mensen die nog zoveel bij winkels hangen. Ik ben in de Tourtonnelaan geweest. En zonder een mond-neusbedekking hoor, iedereen. Het is gewoon een vrolijk gedoe. En ik vroeg mij af van, beseft men wel van wat er eigenlijk aan de hand is? Want het idee is dat een heel groot deel van die bevolking waarschijnlijk denkt van, weet je, ik ben gevrijwaard, mij gaat niks kunnen overkomen. Dus ik wil toch een oproep doen hoor, naar die bevolking. Het is geen grap. Het is geen grap. Het aantal besmettingen neemt toe. Blijft u thuis als u niets op straat heeft te zoeken. U kunt de quality time liever met uw familie en uw geliefden doorbrengen dan nodeloos uzelf en anderen in gevaar te brengen door zonder een bestemming doelloos over straat te slenteren. Morgen hebben wij weer een nieuwe aflevering van het COVID-19 Journaal. Stay safe!